Vandaag, jongens en meisjes, dames en heren, ga ik aan jullie laten zien hoe je miljoenen coins kan verdienen in PCBit. Want wat we gaan doen, we gaan namelijk 1 uur lang NPC's maken. Ik heb al een keertje 1 uur lang packs geopend. Ik heb al een uur lang getrade. Vandaag doen we het met SBC's. Want Len de Groof, die zei ook in de comment, doe 1 uur SBC's voltooien. En ik dacht, dat is best wel een goed idee. En ik heb de laatste tijd best wel wat SBC's gedaan. Zoals je, waar ik hier squad build challenges. Ik heb bijna ondertussen 100 voltooid. Maar je kan echt ziek veel coins verdienen en ook zieke spelers vrij spelen. En we gaan vandaag, ga ik 1 uur lang, ga ik gewoon SBC's doen. En dan ga ik kijken hoeveel spelers en hoeveel coins we kunnen krijgen. Ik zal even noteren hoeveel coins we op dit moment hebben. Jullie zien net zoals de vorige 1 uur video's gewoon de timer in beeld. Dan weten jullie precies hoe ver we zijn in de video. En dan hoop ik dat we even ziek veel dingen gaan vrijspelen. Oké, ik heb mijn coins genoteerd. Dan kan ik dat ook niet vergeten. Ik ben echt benieuwd. Ik hoop dat we echt meer dan 10 miljoen coins kunnen verdienen. En trouwens, als jullie allemaal zin hebben in deze video, smash altijd een duimpje omhoog. 1000 likes zou super nice zijn als dat gaat lukken al. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. En ik had in de eerste video beloofd van packs openen, als die video 3000 likes of meer zou krijgen, dat ik 3 uur lang aan packs zou openen. Die video heeft dat gehaald. Dus binnenkort ga ik een keer een video maken dat ik 3 uur lang packs ga openen in PCBits. Dat gaat echt ziek veel worden. Maar ik ga eerst even de easy squad builder challenges doen. Zoals jullie zien heb ik hier al best wel wat gedaan. Maar deze easy squad builder challenges zijn echt vet makkelijk om te voltooien. Hier moet je bijvoorbeeld 6 Bayern München spelers en 1 Champions League kaart. Nou, dat is echt heel easy. Ik zal even Bundesliga, Bayern München. Ik zal wel eventjes gewoon een teamje gaan maken. Kijk, dan heb je deze nu al voltooid. Super easy. Krijg je nu 30.000 coins en 4 van die speciale punten. En dan heb je hier 3 van die dingen. En dan krijg je dus ook nog 300.000 coins als je het helemaal hebt voltooid, plus nog een special card. En die special cards die zijn best wel goed, dus dat is wel nice. Dit is wel een moeilijke. 11 Bayern München, nee, Bundesliga spelers, 3 Champions League en 1 special card. En dan hebben we dit ook al voltooid. En hoeveel krijgen we hiervoor? We krijgen een Inform Pack plus nog 40.000 coins. Het is ziek nice. Het is echt bizar hoe snel dit gaat op deze manier. Gaan we deze ook nog even voltooien? 1 Canada speler, nou dat moet ook niet het probleem zijn. En dan gaan we even Canada opzoeken. Oeh, dat komt wel goed uit. Ik heb 1 Canada spit. Holy shit. Dat had ik niet verwacht. Oh, gelukkig. Dat heb ik dus wel. En daaromheen doe ik wel gewoon La Liga en dan Spanje. Dan heb je gewoon goed teamgeest. Want je hebt zoveel Spaanse spelers uit de La Liga. Dat is echt niet normaal. Dan kan je heel makkelijk een team vullen. En die hebben dan allemaal perfect groene linkjes. Dat is heel easy. Mocht je squad builder challenges doen, dan is dat best wel een tip wat handig is. Ik zal hier deze nog even doen. Rechtsbuiten doen we deze. En dan als keeper hier deze. Kijk, dan heb je eigenlijk altijd 100 teamgeest. En dan hebben we ook eens 1 speler van Canada. Dus dan hebben we deze ook voltooid. Ja, oh, ik was echt lucky dat we net die ene speler hadden uit Canada. Want anders zou ik echt fucked up zijn geweest. Maar dan hebben we mijn eerste grote squad builder challenge voltooid. Dat was deze. Ja, inderdaad. Dan krijgen we 300.000 coins erbij. Plus een nieuwe speler. Ik weet eigenlijk niet eens welke rating deze speler heeft. Maar dan hebben we dus nu al, hoeveel coins hebben we verdiend? Ongeveer 400.000 coins hebben we op dit moment verdiend. Door 1 squad builder challenge. Weet je hoe ziekelijk nice dat is? Links, midden. Oh, dat is deze kerel. Davies, die is best wel overpowered, man. In ieder geval, hij is super snel. Maar dat maakt in PCBase niet heel veel uit. Maar het is toch wel echt een chille speler om te hebben. Maar ik ga gewoon vet veel van deze squad builder challenge doen. Die icons die zijn wel heel lastig om te krijgen. Want kijk, voor die icons moet je ook weer een icon inruilen. En ik heb niet heel veel dubbele icons. Dus dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Maar wat wel gaat lukken is al die flashback cards. En van dit soort dingen. Hier heb je een champions. Dan krijg je, wie krijg je dan? Dan krijg je een team of the year nominee Garrett Bill. Dus dat is ook wel ziek. Weet je wat? Dan ga ik deze nu even doen. En die packs trouwens die ik allemaal krijg, die bewaar ik. Maar die krijg je er dus ook nog bij. Buiten de coins die je er allemaal voor krijgt, krijg je dus ook nog vet veel packs. Maar deze ga ik even voor mezelf doen. En als ik al deze squad build challenge heb voltooid, dan zien jullie me weer. Want om echt alles te laten zien is het een beetje overdreven. Maar ik probeer wel, zeg maar, alle grote rewards, die laat ik wel aan jullie zien. Als ik dus in één keer 300.000 coins erbij krijg of in één keer een zieke speler, die rewards laat ik wel zien. Nou, weer een tijdje verder. Ondertussen heb ik al deze squad builder challenges voltooid. En dat houdt in dat we nu 300.000 coins erbij krijgen. Plus nog die special card van Garrett Bill. En dan hebben we hoeveel winst al? Bijna 1 miljoen coins winst nu al. Dit gaat echt zo snel. Dat is echt niet normaal. Maar welke rating was Bill ook alweer? Volgens mij 92 of zo. Of 93 zelfs. In ieder geval, dit was wel echt een hele goede kaart van hem. Dus ik ben benieuwd welke rating die heeft. Kom op, laat het even een goede rating zijn. 92 was het inderdaad. Nou, dat is een prima spelletje om eventjes nu vrij te spelen. Super goede stats. Dus ik denk dat hij voor, zeg maar,
versus game mode, dat die ook best wel heel chill is. Maar dan was weer even vies veel coins erbij. Die flashback Ibra ga ik ook doen. Die Virtual van Dijk, Casillas, dit ga ik ook allemaal doen. Maar wat ik eerst even ga doen is, zijn deze twee. Royce en die Jukomes. Dit zijn er trouwens best wel veel. Die ga ik eventjes voor mezelf doen. En dan zie ik jullie zo meteen weer. En dan hebben we weer vet veel coins erbij. Hoppatee, volgende weer voltooid. Zo ziet weer 300.000 coins. Plus toch al die coins die ik natuurlijk voor die squadbuildertjes individueel krijg. Dat zijn ongeveer 20.000, 30.000 coins per squadbuilder challenge. Dus dat is ook heel nice. En dit is al speler nummer 3 die best wel ziek is die we deze video vrij spelen. En we zitten momenteel op bijna 1,5 miljoen coins winst. Dus dat gaat ook heel lekker. En wat ook het voordeel is van squadbuilder challenges, ja eigenlijk heeft het alleen maar voordelen, is dat je ook super snel omhoog gaat qua levels. Want ik ben nu level 12 en jullie zien dat streepje echt best wel snel verschuiven. Op het moment dat je heel veel squadbuilder challenge doet, level je heel snel. Dus dat is ook een tip. Doe veel squadbuilder challenges als je veel wil levelen. En als je level up bent, krijg je natuurlijk ook weer nieuwe beloningen erbij. Dus dat is ook chill. Maar dit is een prima centraal verdediger. Echt 85 pace, 88 defending, 86 fysiek. Voor een centraal verdediger is dat wel heel ziek. Wie gaan we nu doen? Marco Royce. Weet je wat? Ik wil eerst die squadbuilder, die flashback cards doen. Die zijn echt ziekelijk overpowered. Die Ibra ook. Die is echt vet goed. Ik ga even kijken of ik die kan halen. Ik denk wel dat dat moet lukken. Nou, ondertussen ben ik weer een tijdje verder. Het duurt allemaal wel redelijk lang. Want je moet al die squadbuilder challenges natuurlijk wel stuk voor stuk voltooien. Dus het lijkt heel snel te gaan, maar ondertussen ben ik best wel een tijdje bezig. Maar we hebben squadbuilder challenge Ibra vrijgespeeld. Weer 300.000 coins bij. Plus natuurlijk iedereen op je die ziek goed is ook. Je speelt zoveel goede spelers op deze manier vrij. En je krijgt daarnaast ook nog vet veel packs die je kan openen. Maar ja, zoals ik al zei, die packs die bewaar ik dus voor als ik dan eenmaal die 3 uur lang een pack opening ga doen. Dan is het wel handig als je vet veel packs hebt. Maar 92 rated Ibrahimovic is zeker geen probleem. Wat een stats ook, jongen. Niet normaal. Voor in FIFA is het alleen een beetje wel jammer dat hij natuurlijk in de league speelt in Amerika. Want dan heb je er niet heel veel aan. Dus hij linkt niet echt goed met iemand. Maar het is natuurlijk wel desalniettemin een supergoeie spits. Misschien als super sub. Wie zou ik nu gaan doen? Wat krijg je hier? Dan krijg je David Silva plus 300.000 coins. Ah, weet je wat? Ik doe Virgil van Dijk, Casillas en die David Silva ga ik halen. Dat zijn de 3 squadbuilder challenges die nu in beeld zijn. Ik begin wel met Van Dijk. Yo, de tijd gaat echt veel sneller dan wat ik eigenlijk denk. We hebben nu ondertussen trouwens wel Van Dijk vrijgespeeld. Maar dit is echt niet normaal. We zijn al dik over de helft qua tijd. Maar het is gewoon heel bizar hoe snel het gaat. Maar op zich vind ik het ook niet heel erg om te doen, die squadbuilder challenges. Het is toch wel af en toe leuk, want je moet af en toe nog wel hier en daar wat nadenken. Maar we spelen nu in ieder geval Van Dijk vrij, 89 kaart. Dus dat is ook een prima kaartje. Natuurlijk best wel overpowered. En we blijven maar doorgaan met het verdienen van coins. Ik ga nu wel Casillas vrij spelen. Daarvoor heb je er maar 3. Deze is hard. 11 spelers uit Spanje, 1 special, 1 Champions League. Moet ik wel even kijken of het veel... Oh, ik heb zat special card. Nou, Casillas is ondertussen ook vrijgespeeld. Dit was trouwens wel een hele chillen, want hiervoor hoefde ik met 3 squadbuilder challenges te doen. En dan krijg ik gewoon in totaal 300.000 coins. Dus in totaal, ja, 100.000 coins per squadbuilder challenge. Plus nog de coins die je kreeg, dat is ongeveer 25.000 per squadbuilder challenge. Dus per squadbuilder challenge verdien je ongeveer 125.000 coins. Dat is best wel heel ziek. En we krijgen dan ook nog 91 rated Casillas. Dus je verdient vet veel coins op deze manier. Plus je krijgt dan gewoon vet hoge rated spelers. Dat is echt super chill. Maar we gaan deze nu ook even doen. Hier moeten we er in totaal 5 voltooien. Dan heb je weer eentje hard. Dat zal wel weer met special card zijn. 1 special card en de gewone. Dat moet wel lukken. Volgende squad builder challenges. Weer voltooid. Dan krijgen we David Silva plus weer 300.000 coins. Check dan. Ik zit nu over die 3 miljoen coins winst nu al. En we zitten nog niet eens aan de uurtijd. Maar in principe kunnen we niet extreem veel squad builder challenges meer doen. Maar ja, als je ook kijkt naar alle spelers die je krijgt, dan is het meer dan waard. 93 rated David Silva is natuurlijk ook een super chille speler. Marco Royce, zou ik die nu even voltooien? Ja, want hier heb je allemaal icons. Weet je wat? Ik ga die Royce eventjes voltooien. Let's go! Royce ook vrijgespeeld. En hier krijgen we sterker nog gewoon 400.000 coins voor. Dus dat is helemaal chill. Alleen is Royce volgens mij niet een extreem hoge kaart. Volgens mij was hij 89 als ik het goed heb onthouden. Weet ik niet 100% zeker meer. Dus daar gaan we nu achter komen. Let's go! En het is rating... Oh, 91! Nou, dan is het toch nog hoger dan verwacht. Dus dat is op zich wel chill. Dus hier ben ik zeker blij mee. Want we hebben zoveel goede spelers. Nu heb ik de meeste squadbuilder challenges hier bovenal voltooid. Kijk, hier heb je wat icons. Nou ja, die kan ik dus niet omdat ik die dubbele icons niet heb. Ik kan al die andere squadbuilder challenges wel doen bij die icons.
Bijvoorbeeld hier, die icon kan ik niet halen. Maar ik denk dat ik bijvoorbeeld deze wel prima kan halen. Ja, dit is niet zo heel ingewikkeld. Die kan ik wel halen. Maar dat is dus het probleem. Als je die icon niet kan halen, dan kan je het net zo goed niet doen. Want dan kan je deze Squad Builder Challenge niet in het geheel voltooien. En dan heb je er niet heel veel aan. Wat gaan we nu doen? Ik denk die TFS. Zou ik die TFS gaan voltooien? Hier heb je weer allemaal icons. Hier heb je nog Sterling en Royce. Nou, weet je wat? We gaan die TFS doen. Dat wordt dan ook ongeveer het laatste, want we zitten nu al bijna een uur aan het opnemen. En ik denk als ik al deze Squad Builder Challenge heb voltooid, dat ik dan wel over de uur zit. Maar we gaan dit dus allemaal even doen. En hopelijk kan ik dit halen. Ook trouwens, dit is wel een lastige meteen. Dit is natuurlijk de league waar TFS in speelt. En 11 spelers daarvan, dat is best veel, want er zit ook speel zilver tussen. Ik ga even kijken of dat wel gaat lukken. Oké, dit was een tijdje zoeken naar het team, maar uiteindelijk kom ik erachter dat ik best wel veel spelers daarvan heb. Dus ik denk dat dit gewoon gaat lukken. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Als ik zo eventjes snel kijk. Nou ja, dit boeit dan niet. Oei. Dit gaat wel ontspannen. Dit komt wel goed. Want ik heb ook nog wel wat dubbelen. Dan zet ik hier gewoon een linksback neer. Nice, het is me gewoon gelukt uiteindelijk. Ik had niet verwacht dat dat zou kunnen. Maar ik heb daar dus uiteindelijk best wel wat spelers van dit team. Maar deze laatste Squad Builder Challenge ga ik allemaal even voltooien. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Oké, dit is fucked up. Dan doe ik de volgende Squad Builder Challenge en dan kom ik erachter dat ik het toch niet weet te halen. Want je moet West Ham United spelen. Nou ja, daar heb ik best wel wat van zoals jullie zien. Daar kan ik makkelijk een team mee vullen. Maar wat het probleem is, er staat dat je hier 11 spelers van West Ham in je team moet hebben. Dus het hele team moet West Ham zijn. Maar je moet ook een rare zilveren speler hebben. En ik heb helaas geen zilveren speler van West Ham op dit moment in mijn club. Dus dat is een beetje fucked up. Dan houdt het helaas op om op dit moment TFS te krijgen. Misschien dat ik dat dan binnenkort een keertje kan voltooien. Maar dat daar houdt het nu bij op voor deze Squad Builder Challenge. Maar ik heb er in ieder geval ziek veel voltooid. Dat is echt niet normaal. Maar nu het eindresultaat. Hoeveel Squad Builder Challenge heb ik in totaal gedaan? Weet ik niet precies. Maar ik weet wel dat ik volgens mij onder de 100 zat toen ik begon. Dus ik heb in totaal een stuk of 40, iets boven de 40 Squad Builder Challenge gedaan. En in totaal heb ik hoeveel miljoen verdiend? Ik begon met 20,7 miljoen. Ik heb nu 24,4 miljoen. Dus ik heb ongeveer meer dan 3,5 miljoen coins verdiend in een uurtje tijd door even Squad Builder Challenges te doen. Dat is natuurlijk wel heel chill meegenomen. Vooral als je natuurlijk weer packs wil gaan openen, dan kan je nu zat packs openen. En natuurlijk buiten die 3,5 miljoen coins heb ik ook vet veel packs verdiend. Nou, al heel veel packs staan nu gewoon hier al klaar, maar die bewaar ik dus. Ik kan echt zoveel openen al, dat is niet normaal. Maar binnenkort komt er dus een 3-urige pack opening aan. Ja, die video gaat niet 3 uur duren, maar dat ga ik dan gewoon allemaal doen in 1 video. Dat wordt echt super sick. Maar dit was het in ieder geval voor deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten. Maar dan was dit het echt. En dan heb ik eigenlijk tot zowat nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!